Zo, goedenavond. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ja jongens, het is geen BH dit keer. Het is gewoon een sjaaltje en jasje. Oh, het is toch erg. En ik mag het niet meer benoemen, maar ik kan er gewoon niet over uit hoe suf het is. Maar goed, we beginnen weer aan een nieuwe week. Gewoon een volle week werken deze week, toch wel weer een keer. Nou, dat is ook wel weer lekker een beetje ritme erin. Want na al dat uit eten gaan en Pasen en zo, moet ik er gewoon weer even aan geloven. En merk ik ook wel dat ik daar behoefte aan heb om weer even een beetje back to basic te gaan. Morgen naar de revalidatiearts. Heel benieuwd. Ja, met mijn benen gaat het eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het verandert eigenlijk niet heel veel. Dus ja, even overleggen waar dat aan kan liggen en wat dat kan zijn. Ik heb daarnet de weekvlog online gezet, dagje later dan gepland. Maar nou ja, laten we het op luiigheid houden, jongens. Dat heb ik wel eens. Maar de weekendvlog komt gewoon woensdag online. Dus die hebben jullie ook al gezien met alle jurkpassingen en op stap met Suus. Was gewoon echt wel weer gezellig. Ja, zo leuk dat we het zo goed kunnen vinden samen. En nou ja, we hebben dan ook een groepje waar ook Ronald van Helemaal Ronald en Tineke Talsma in zit. En Janneke ook van Huisje Weltevreden en Huisje Weltevreden Kids. En we kunnen het allemaal goed met elkaar vinden. Maar ja, Suus en ik wonen gewoon iets dichter bij elkaar dan de rest. Alhoewel het met Janneke ook wel meevalt. Dus daar moet ik ook maar eens vlot mee afspreken. Janneke, als je dit kijkt, lijkt me hartstikke leuk. Maar met Suzanne, ja, met Suzanne heb ik er ook wel echt een vriendin bij. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dat heeft YouTube je dan toch ook weer gebracht. Dus ik vond het ook super leuk dat zij mee was met de jurken uitzoeken. En, of jurken. Ik heb er maar één gekocht hoor, jongens. Voor die te gek worden. Maar ik heb er wel een paar aan gehad natuurlijk. Dus dat scheelt. De jurk moet nog wel wat vermaakt worden. Dus ik weet nog niet of ik hem voor de bruiloft online ga delen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Omdat ik het leuker vind om dat pas dan te doen. Dus jullie zullen er denk ik nog even op moeten wachten. En binnenkort gaan we ook proefkapsels doen en dat soort dingen. Make-up en niet alleen voor mijn zus, maar ook voor mij en ook voor mijn moeder. Dus nou, het begint er nu echt wel een beetje op te lijken. En ik begin dat ook wel een beetje te voelen. Ja, Laura natuurlijk nog veel meer. Maar ja, ik vind het toch ook wel heel spannend en heel leuk. Oh, die bril. Het reflecteert echt als op malle. Maar ik weet anders ook even niet. Helpt dit? Oh, dat helpt. Misschien had ik dat eerder moeten doen. Ik zit natuurlijk hier voor mijn beeldscherm te koekeloeren. Maar goed, geeft niet. Morgenochtend hebben we verlaat paasontbijt op mijn werk. Het is een beetje later dan gepland, maar ja, boeien. Dus dat wordt gezellig. Morgenavond weer klaverjassen, heb ik ook zin in. En ook het dansen is deze week weer, dus dat wordt donderdag gaan we dat weer doen. En woensdag heeft Cas nog vakantie. Dus wellicht wordt er weer een videootje opgenomen. Dus dat zou leuk zijn. Ik heb hem al even geappt, maar ik heb nog niks gehoord. Kijk wel even, want hij zal op zich denk ik wel bij mijn ouders zijn. Want hij heeft natuurlijk nog vakantie. Dus meestal is hij er alleen de middag. Als hij uit school komt, gaat hij dan naar mijn ouders toe. Maar nu zal hij er denk ik de hele dag zijn. Dus dat is ook leuk. Heb ik jullie verder nog wat te vertellen? Oh, gisteren de mol, jongens. Gaaf. Echt gaaf. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik vind het echt te gek. En een hele spannende finale. Want de enige waarvan ik zeker wist dat die de mol niet was, die ging er dus gisteren uit. En nu zijn er nog drie overgebleven waarvan ik althans denk, ja, het kunnen het gewoon alle drie zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik Axel de Mol vind, maar ik begin nu heel erg aan, hoe heet ze? Elisabeth te twijfelen. Maar Bas zou ook nog maar zomaar kunnen. Nou, ik mocht er kijkers zijn die het ook kijken, laat me even weten wat jij denkt.
En dan volgende week alweer de laatste. En dat betekent dat van mijn favoriete, inmiddels favoriete podcast Trust Nobody, er ook nog maar 2 op de planning staan voor dit jaar. En dan is dat ook alweer voorbij. Nou ja, alweer. Ik heb er vanaf januari van mogen genieten. Dus zo erg is het nou ook. Kort is het nou ook weer niet. Maar ik vind het wel heel jammer. Want ik vind het wel een hele leuke podcast. Trouwens, nog een oproepje. Ik ga jullie veel vragen deze vlog, blijkbaar. Als jullie nog ideeën hebben voor leuke podcast, hoor ik ze graag. Want ik begin het steeds leuker te vinden om ernaar te luisteren. Maar ik ben een beetje door mijn voorraad heen in die zin. En ik zou nog wel wat leuke nieuwe podcasts erbij willen. Wat ik nu heel leuk vind om naar te luisteren is 30 minuten rouw van Ruud Wild. Nou, de Trust Nobody podcast. Podcast over de mol en over wie is de mol. Bonnie van het YouTube kanaal Bon Collar heeft een hele leuke pyjama party podcast. Bram de Wijs heeft een hele toffe podcast. Die heet Kijk maar even. Ja, dat zijn podcasts waar ik van hou en die ik leuk vind om te luisteren. Dus een beetje in die trant zoek ik dan ook naar anderen. Maar goed, alle ideeën zijn welkom. Ik bedoel, want anders dan anders is ook wel een keertje leuk, toch? Nou, dat was het voor nu. Oh ja, ik kan jullie wel even een sneak peek van mijn clutch geven. Dat wordt het tasje voor de bruiloft. Oh ja? Meer krijgen jullie niet te zien. Nee. Dat was het voor vandaag. Ik zie jullie morgen. Zo, een hele goede avond. Volgens mij zit mijn mascara weer overal. Nou, daar ga ik straks even wat aan doen. Thuis van het werk. Het ontbijt vanochtend was heel gezellig, heel lekker. Tenminste, ik heb me braaf aan mijn yoghurt en mijn krusli. En geen granola, ze hadden alleen krusli, maar ook goed. En aardbeien. En ik heb dan een broodje voor tussen de middag gemaakt. Dat heb ik dan op. Dus, maar het was vooral heel gezellig. Dus dat was leuk. Vanmiddag bij de revalidatiearts geweest voor mijn benen. En er is nog geen aanwijzbare reden gevonden of oorzaak. Dus dat is aan de ene kant wel jammer. Aan de andere kant zijn er ook wel weer wat dingen uitgesloten. Want hij heeft een echo gemaakt van mijn bovenbenen en mijn spieren zien er goed uit. Dus daar ben ik wel heel blij om. Ik heb toch spierverslappers gekregen, maar dan wel in een zodanige dosering dat het mijn benen rust gaat geven, als het goed is. Je wordt er niet suf van, of je kan in ieder geval nog functioneren, laat ik het zo zeggen. Dus daar heeft hij rekening mee gehouden, dat vind ik heel fijn. En verder gaat hij met de neurologe overleggen. En moet ik volgende week woensdag terugbellen om te horen wat daaruit is gekomen. Want het zou ook iets neurologisch kunnen zijn. Want in mijn rug zit natuurlijk ook van alles en nog wat. Niet helemaal tof. Dus het is even afwachten. Maar wel blij met de arts. Het is een nieuwe arts, want mijn vorige revalidatiearts werkte niet meer. En ik had een goed gevoel bij deze man. Dus dat vind ik heel fijn. Nou, dat was het voor wat betreft de artsen-update. Het is dinsdag, dus ik ga lekker kaarten zo. En dan zie ik jullie als ik thuis ben en de weekendvlog ga editen. Zo, ik ben weer thuis. Ik zeg, ik begin heel vaak mijn vlogs of mijn stukjes met zo, heb ik gemerkt. Ik ga proberen om er wat aan te doen. Ik hoop dat het lukt. Ik zit hier echt te genieten. Ik heb net de weekendvlog geëdit en oh, ik vind hem zo leuk geworden. Natuurlijk van het jurken passen en zo. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar ik heb ervan genoten om hem te editen. En nu staat hij te renderen. En dan ga ik hem straks inplannen voor morgenochtend. Dus met terugwerkende kracht heel veel kijkplezier. Zo, een hele goede morgen. De waterkoker staat aan, die hoor je. Het is woensdag. De weekendvlog is vanochtend online gekomen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Want ik zeg, ik vond het echt een van de leukste vlogs om te maken. Zowel het filmen natuurlijk, wat voornamelijk Suus heeft gedaan. Maar ook om hem te editen, was echt, heb ik echt van genoten. Cas komt niet vandaag.
Die had lekker andere plannen met zijn vakantie. Nou, helemaal prima. Ik ben net wel even een bakje wezen doen bij mijn ouders. Heb ik nou... Zo! Panda! Daar ga ik even wat aan doen zo meteen. Ik maak eerst even mijn verhaal af. Oh, wat erg. Het lijkt wel of ik blauw oog heb, joh. Dat heb ik niet hoor. Net even bij mijn ouders geweest, even een bakje gedaan. Robert en Mies waren er nog. Die had Tim natuurlijk gebracht. Dus dat was ook wel weer gezellig. En voor de rest weet ik nog niet wat ik ga doen vandaag. Ik denk misschien wel dat ik even voor schoenen ga kijken. Naar Van Haren. Dan ga ik op de fiets. Dan zet ik mijn fiets op mijn werk. En dan ga ik even... Maar ik ga eerst even kijken wat het weer gaat doen. Want als het te veel dreiging is voor regen, is dat misschien ook weer geen goed idee. Nou ja, ik ga het zien. Ik ga eerst gewoon even een kopje thee drinken. Wil ik weer zo gaan zeggen, hoorden jullie hem? Het is al uren later, jongens. Ik ben inderdaad even gaan fietsen. Ik ben even naar een winkelcentrum hier in de buurt geweest. Om in eerste instantie op schoenenjacht te gaan. Maar het was zo druk bij de Van Haren dat ik niet durfde te filmen. zoals jullie zien is het al lang avond. Het is 9 uur al. Dat heb ik gedaan. Niks gevonden. Dat vond ik wel echt heel erg jammer. Maar goed, ik heb op zich... Nou ja, ik heb natuurlijk hele moeilijke... Of natuurlijk, ik heb hele moeilijke voeten. Heel breed. En heel... Ja, ze zijn gewoon een beetje raar gevormd wat dat betreft. Dus schoenen zijn voor mij al heel vaak te smal. Maar ook, zeg maar, de ingang is dan te laag. Nou ja, hoge wreef noem je dat zo. Ik heb geen idee hoe je dat noemt. In ieder geval zit je dan vaak al aan breedte maten en dergelijke vast. Ja, en daar heb je gewoon niet zo heel veel leuke schoenen. En als ze dan leuk zijn, zijn ze bijna €200. Nou, dat vind ik ook een beetje ver gaan voor één keer. Want zo veel loop ik er. Ik gebruik ze bijna nooit. Ik heb nog een paar zwarte die ik op zich wel mooi vind. Maar wilde liever een ander kleurtje. Nou ja, als het niet lukt, lukt het niet toch? We gaan het zien. Toen heb ik nog even wat dingen gekocht die ik hier niet kan delen. Want dat is ja, geheim voor iemand die kijkt. En ik heb thee gekocht. Ik zal het even laten zien. Ik had natuurlijk voor mijn verjaardag... Oh, ben je er nog? Ja, voor mijn verjaardag had ik van Suus die theedoos gekregen. Kan je dat nog herinneren? Met al die lekkere theetjes. En ik was dus even bij de Xenos. En daar... daar kwamen ze vandaan. Dus ik heb even nieuwe voorraad gekocht. Daarnaast heb ik nog twee knutselpakketten gekocht met van Diamond Painting. Eén met een, ja wat zal het zijn? Een soort, hoe noem je zo'n ding? Chameleon zonder kleuren. En een luiaard. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus daar ga ik binnenkort weer eens aan zitten knutselen. En dan ga ik het hier even laten zien. Zo. Kijk. Hij past niet meer helemaal dicht, want ik heb hem een beetje volgestopt. Maar goed, geef verder niet. Dit is... Sorry. Dit is chocolade mint. En die wilde ik niet per se. Maar ik vind deze. Dit... De lekkerste smaak die ertussen zat. Strawberry Kiss. Dat is aardbeien slagroom. En zo smaakt het ook echt. Ik vond hem echt heel erg lekker. Alleen het punt is dat je dit in een doosje met vier smaken koopt. Deze. Deze. Dat is dus chocolade mint. Die helemaal niet lekker is. Banaan honing. Die wel lekker is. En vanille kers, die niet vies is, maar ook niet heel lekker. Deze is namelijk wel echt vies. Maar goed, dus die heb ik gekocht. En voor de rest zijn het allemaal losse doosjes. En hier zit zoethout in. Die heb ik niet bijgekocht. Dit is citroen. Die heb ik... Zit er ook nog in appelkaneel. Dan zie je gelijk welke ik minder lekker vind. En sinaasappel, want daar heb ik gewoon nog het meest van over.
Framboos heb ik nieuw gekocht. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Die heb ik nieuw gekocht. Passievrucht had ik niet. Voorheen zat hier mango in. Daar zit er nog eentje van in, maar die heb ik niet nieuw gekocht. Maar daarvoor in de plaats heb ik passievrucht gekocht. En die heb ik vanmiddag al op en die is erg lekker. Dan heb ik hier tropisch fruit. Die heb ik ook in plaats van... Wat in plaats van... Oh ja, gember. Want gember vind ik niet lekker. Ik heb daar ook nog steeds dat doosje gemberthee staan. Ik gebruik het gewoon niet, want ik vind het gewoon echt niet lekker. En uiteraard sterrenmix. En die ga ik nu ook eentje van nemen. Sterrenmix vind ik sowieso lekker. Maar sterrenmunt is dat dan vaak. Van Pickwick heb je dan. Maar ik moet zeggen dat ik deze lekkerder vind dan die van Picnic. Picnic? Pickwick. Oh, hij ruikt echt wel heerlijk. Hij is wat dropperiger of zo. En dat vind ik wel lekker. Dus dat. En ja. Toen ik terugkwam was het al een uur of... Oh. 2:30 ben ik nog even bij mijn moeder geweest om wat spullen te laten zien die ik had gekocht. En toen was mijn neefje net wakker, dus ja, het was ook wel leuk. We hebben gegeten, lekker snijboontjes met aardappel en kippenboontje. Ook heerlijk. Dus dat was lekker. En nu ben ik bezig, maar ik ga niet zeggen waarmee. Ja, dat heb je soms wel eens. Ik kan niet alles delen in de vlog. Maar dat geeft ook helemaal niet. Oeh, heb ik... Oh ja, en ik ben met die spierverslappers begonnen gisteren. Ja, ik heb wel het idee dat die bovenbenen rustiger beginnen te worden. Zonder dat ik heel veel spierkracht verlies. Dus nou, dat klinkt hoopvol. Maar goed, ik ben ook nog maar met een half pilletje... 3 keer een half pilletje per dag bezig. En vanaf vrijdag... ga ik hele, 3 keer een hele slikken per dag. Dus ik hoop dat dat dan nog steeds het geval is. Maar vooralsnog lijkt het wel wat te doen. Dus daar ben ik wel blij om. En voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten. Heb ik niet zo heel veel meer te delen. Volgens mij gaat mijn batterij bijna uitvallen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vrijdag. Gisteren een dagje niet gevlogd. Ik moet best wel wennen aan die medicijnen die ik heb gekregen. Die spierverslappers voor mijn benen. Nou moet ik zeggen dat ik ze voor mijn benen wel redelijk goed vind werken. Maar ja, ik word er een beetje suffig en moe van. Dus ik hoop dat dat went. Ik ben vandaag voor het eerst van een half pilletje naar een heel pilletje gegaan. Dus nou, we gaan het gewoon zien. Gisteren gewoon gewerkt, maar in de stad gewerkt. Andere locatie. En ja, als je dan toch in de stad bent, dan moet je daar even gebruik van maken. Ik heb jullie volgens mij verteld dat ik op zoek was naar een paar schoenen onder mijn jurk. En die niet kon vinden, omdat ik best wel ingewikkelde voeten heb. En ja, toch uitkom op wat breder en eigenlijk gewoon duur. Hè, want... Alle schoenen die ik enigszins een beetje leuk vond en waarvan ik dacht die passen wel. 150, 200 euro, ja dat ga ik gewoon niet doen. Dat vind ik echt zo zonde. Dus toen ging ik gisteren naar de Primark en ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Je weet het niet, nou ik heb ze gevonden hoor. Kijk. Deze. Hoe schattig zijn ze? En ze passen. Dus ik moet dan wel een maatje groter nemen dan ik eigenlijk heb. Maar ja, op zich boeit dat niet. Leuk hè? En dit kettingje vind ik dan heel erg leuk. Deze hangt er ook nog aan. En die ook, vind ik ook leuk. Maar het ging me voornamelijk om dit kettingje. En dan deze oorbellen. Vond ik ook wel geinig. Dus nou, zo'n beetje ben ik dan wel qua outfit klaar voor de bruiloft. Dus dat is echt superleuk. Nou, wat
wat ik al zei, vandaag vrijdag. Ik ga zo even mijn ontbijt maken en opeten. En dan op de fiets, want ik werk dichtbij vandaag. En het ziet er wel lekker als lekker weer uit. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is super, super helder. Ik vind dat altijd heel mooi. Dan kan je echt zo ver kijken. Zo echt heel gaaf. Nou, vanmiddag begint de weekendvlog alweer. Dus deze weekvlog is tot een eind gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!